Gisteren in De Bondgenoten. Tijdens het uitdagingsduel kiezen de slangen voor een alles-of-niets aanval op de vossen. De inzet is 50% van hun punten. Dus als ze winnen, zijn zij de nieuwe nummer 1. Maar bij verlies, de nieuwe nummer laatst. 8. 8 is goed, Espadrilles. Donna, je hebt gewonnen. Yes! Yes, meisje! Lekker, Donna! Fuck yes! En de slangen staan nu onderaan. Sinds Melanie en Bo samen in een bondje zitten, is de passie flink bekoeld. En daar heeft zo'n beetje iedereen in de loods wel een mening over. Ik vind het wel jammer dat Melanie zo aan Bo kleeft. Maar wat straks als Bo bijvoorbeeld het spel zou verlaten? En zouden mensen dan op dat moment tegen hem zeggen, oh, nu in één keer zie je me wel staan? Ik weet niet wat in je omgaat, ik weet niet hoe het met je gaat. Ik vind het gewoon echt niet leuk. Je mag gefocust op hem. Het botert niet tussen de nieuwe spelers Michelle, Vincent en Emily. Ik krijg mijn team Lies vandaag en morgen echt bonje hoor. Zit die meid mij op de huid? Ik vind haar gevaarlijk. En dat gaat van kwaad tot erger tot niet meer te houden. Je kijkt me de hele dag al heel raar aan. Ik vind het heel gek. Ik vind het heel onmenselijk. Nou, fijn dat je het nu gewoon tegen me zegt. Ja. En niet de hele tijd achter me rug om. Nee, dankjewel. Stook iedereen op en ik... Oh, ik stook iedereen op. De spanningen worden Michelle uiteindelijk te veel. Ze pakt haar koffer en vertrekt. Doei. Dag, Emmy. Ciao, ciao. Doei. 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 Mag ik heel even iedereens aandacht? Mie is natuurlijk weg. Dat is voor de een fijn, voor de ander jammer. Ik weet, het gaf heel veel frictie en ik hoor het ook. En ik ga me daar ook echt niet mee bemoeien en ik ga daar geen oordeel over vellen. Maar het is wel heel veel, ik vind dit, ik vind dat van iemand. En het is niet gewoon iemand in zijn waarde laten. Bo die heeft eerst de cyclus een keer heel mooi tegen mij gezegd toen ik weer een grote backup met mijn mening. Ja, maar hoezo moet je er iets van vinden? We hoeven niet altijd van elkaar iets te vinden. En we kunnen ook gewoon af en toe zeggen, het is prima dat iemand anders is. Het is prima dat iemand uit een ander milieu komt. En het is prima dat iemand anders andere dingen zegt of leuk vindt. Ik denk als we dat weer eventjes, wilde ik gewoon als herinnering in heel de groep gooien. Dat we elkaar gewoon allemaal lekker onszelf laten zijn. En dat dat hopelijk gewoon lekker sfeerbevorderend is. En dit is het eigenlijk. Voor de rest vind ik het heel gezellig. Toch? Dankjewel. Dank je wel. Thanks. Melanie heeft al een keer geprobeerd om Bo uit te leggen dat het volgens haar niet meer zo leuk is samen. Maar dat lijkt niet echt tot haar vriendje door te dringen. Dus het is tijd voor poging 2. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen of zo. Wil je dit nog wel? Jawel. Wat ik merkte, zeg maar, toen ik nog in het andere pontje zat, we deden gewoon wat meer. Samen. En ik heb het idee dat het nu maar gewoon, dat we naast elkaar wakker worden en naast elkaar slapen, dat het er niet meer is. Ik voel me gewoon snel weggezet en aan de kant gezet en al helemaal in deze vorm, zeg maar. En ik vind het gewoon fijn als ik ook wat meer aandacht van je krijg. Ik snap nu, zeg maar, dat je verlangt dat je meer vanuit mij ziet dat ik jou wil. Dus ik moet even nadenken hoe ik dat meer kan laten merken. Want ik ben echt gek op je. Maar het is voor jou iets minder zichtbaar dan dat ik het voel. Ja. Ik vind het soms gewoon moeilijk met ook te combineren met wat ik allemaal wil. Ik kan niet en mijn knutselprojectjes doen en mijn tijd voor mezelf pakken en tijd met ons bondje pakken en tijd met jou alleen en ook tijd met andere mensen één op één. Perfect moment, goed maak seks. Ja. Hallo. Hallo, Oli. Hey. Hallo. Hoe is het met jullie hier? Zijn jullie in conclaaf? Ja. Maar wat, is het iets privés of willen jullie nog even privé tijd? Dan ga ik er beneden schrijven. We kunnen ook wel ergens anders. Nee. Dat is wel spannend, hè? Ja, dat is wel spannend. Dan. Studeerbaar! Ja, opdracht! Herrie in de keuken! Nou, als we een toetje moeten maken, komt het hier wel goed. Koken dus.
Ik vind het leuk, jongens. Ik heb hier wel zin. Ik weet niet hoe erg koken ons ligt, mannen. Ja, dat gaat goed komen. We maken al wat. Ja. Je hebt iemand die... overzicht bewaart. Het overzicht bewaart. Gewoon één chef is. Ik denk dat wel het beste werkt. Ja. Als gewoon één iemand dat doet. Ja, eens. Eens. En ik zeg Kim. Oh ja, dat is goed. Jij neemt de leiding over wat we maken. Ik kan tante goed snijden. Jij kan denk ik mooi opmaken. Ja hoor, ja hoor. We gaan lekker koken. Jullie gaan aan de slag met een kerstgerecht. Een heus kerstgerecht, en dat hoeven jullie niet zelf te bedenken. Dat is al voor jullie bedacht. Alle teams gaan een beef Wellington maken. Oh, lekker. Dat is een ossenhaas in bladerdeeg met parmaham en paddenstoelen. En daarvoor krijgen jullie allemaal exact hetzelfde recept. Het wordt geproefd door mij, maar ook door iemand die er echt heel veel verstand van heeft. En voor iemand voor wie ik, als ik zou moeten koken, behoorlijk druk zou voelen. Ik wil graag jullie applaus. Herman den Blijker. Goedemiddag. Herman, ze zijn heel blij dat je er bent. Maar ja, het geeft... afwachten. Maar wat is er moeilijk aan een beef Wellington maken? Waar moeten ze op gaan letten? Elk zichzelf respecterende kok die dat maakt, die vindt dat hij goed kan koken, die heeft altijd toch moeite met dat deegje. Als het te lang in de oven zit en het vlees is niet goed, het is te heet, dan wordt het een soort hondenvoer. Dan wordt het te droog. Het is eigenlijk wel, je kan het heel moeilijk maken, maar het is eigenlijk heel simpel. Jullie hebben alle ingrediënten die je nodig gaat hebben vandaag, ofwel op jullie werkbank liggen, ofwel in de ijskast achter jullie. Ik wens jullie heel veel succes. 2 uur gaat nu in. Ik doe gewoon wat jullie zeggen, oké? Dat is beter. Ja. Volgens mij moeten we alles wel goed afdempen. Ook die champignons vooraf. Heel droog maken. Ja, dat... droog koken. Maar wacht heel even, ik wil graag even een beeld hebben. Dit vlees... Ja, dit moet eerst gesproeid worden, snel. Ja. In de olie. Ja. Eén iemand moet het champignon gaan bakken en de ander moet het vlees gaan bakken straks. Ja, terwijl champignon bam maken. Sneed, ja, maar wacht even, Vin. Ja. Niet op feiten vooruit lopen. Nee. Moet het allebei uitgepakt worden? Die grote. Want dus op kamertemperatuur even laten komen. Niet bang zijn, hè? Ja, gaat die. Ga ik beter bang. Let's go. Kijk. Oh. Machtig geluid, jongen. 10 seconden per kant. Deze pan? Ja, ja. Ga even een lepelpak, want je moet echt wel proeven. Je moet gewoon heel erg gaan proeven. Goed roeren. Waar blijven die champignons? Hier zit verder geen tijm in. Tijm zit hier wel in. Het staat hier. Poeder in rode wijnsaus, half takje tijm. Ja, maar die zit ik dus hier te zoeken. Je moet wel weten hoeveel ik mag ook houden. Maar als hier een half takje tijm staat, zou ik een half takje tijm pakken. Volgens mij zag ik net ergens staan dat we ook iets moesten gaan kruiden met zout en peper. Ja, eens. Ja. Ik heb het nu ook 3 keer gehoord, hè, jongens. Ziet het precies hetzelfde uit? Bij iedereen? Ja, maar... Oh, kijk wat het bakkertje doet daar. Ja. Bakkertje! Bezig, doe het even voor. Ja, met z'n allen kijken naar Kas. Nee, het is na een wedstrijd, sorry. Morgenmiddag in de keuken weer. Ik zal het vanaf deze kant gaan doen ook. Gaan we dit doen? Dat moet 1 uur zachtjes sudderen, dus dat halen we maar net wel. Beste deelnemers, jullie zijn ontzettend goed bezig. Daarom kom ik even vertellen waarvoor jullie spelen vandaag. Het team dat dit het beste doet, verdient vandaag maar liefst 750 punten. Het team dat tweede wordt, krijgt er 500. Het team dat derde wordt, 250. Maar het team dat laatste wordt, krijgt helemaal niet. Oh. Mag het op, ze moeten goud bereiden. Maar ruikt hier al heerlijk, dus dat belooft veel goed. Zet hem op. Dankjewel, Jan. Maar waarom start je daarmee? Ja. Ja, maar ik kan wel vast het afwegen, dat maakt niet uit. Erin? Ja. Want het moet echt inkoken eer dat het warm is. Hij is behoorlijk zout. Mannen, even poor erop, toch? Tempo. Hij blijft veel open, hè? Ja, dat is prima, maar we moeten gewoon gas geven. Wacht, hij scheurt, hij scheurt, hij scheurt, jongens. Hij is gescheurd. Dat maakt niet allemaal niet zo uit. 1, 2, 3. Top. Dat is met 2. Zou snel gaan rollen, want anders valt hij uit elkaar. Fijn dat hij dan niks zegt. Gaan we gewoon door, gaan we gewoon door. Ja? Nog geen gekke dingen. Oké, gooi hem in de vriezer, Ed. Hij moet koud worden, laten we hem dan 8 minuten in de vriezer doen in plaats van een half uur. De zout? Ja. Het is niet goed. Nou.
heb niet het gevoel dat er een beetje geluisterd wordt naar me. Als ik probeer in te brengen. Ik snap dat ik geen verstand van koken, maar ik heb het afstand van lezen. Ik ben bang dat ze zo meteen gewoon in tijdnood komen. Ja, dat komen we. Ja. Het allemaal halen met tijd is wel krap. Tijd is wel een dingetje. Geel moet een uur in de koelkast. Het gaat helemaal niet meer lukken. Koken, mooi gedaan. Niet op de plaat. Oh, dit is perfect. Dit is precies zoals op de foto. I can decorate shit, Ebba. Is dat goed? Dat is eerst een beetje beter. Ja. Is het lekker? Kijk, kijk er niet heel... Ja, wel. Daar hebben ze wel hard. Alleen de punt is eruit. Klopt. Ik ben bang dat hij nu echt van de binnenkant niet gaar is. Ja, maar dat is dan jouw call, oké? Oké. Top, jongens. Ja, waanzinnig. Waanzinnige prestatie. Oh, kan je dat sneller? Dit is echt keiwarm. Hij is fucking mooi, hij is fucking mooi. Laten we vertrouwen hebben, want hij heeft er lang genoeg in gezeten. Hoe laat is hij eruit gegaan? Op 8. Op 8 is laat. Oké, dan heeft hij er 19 minuten in gezeten. En dat staat letterlijk 15 tot 20. Oké. Ik hoop dat jullie er echt vertrouwen in hebben. Ja, ja, ja. Ik heb het wel, dus ik zou het fijn vinden als dat ook. Dan hebben wij dat. 3, 2, 1. Zoals het er nu uitziet, zijn ze bijna allemaal gelukt. Bijna allemaal. Is er nu uit? Bijna allemaal. Ja, maar je weet het pas als je hem open snijdt. Ik snij hem helemaal nog hoort. Ik laat niks. Precies. Doen. Oh mijn god. Ik ben benieuwd hoe de gaarheden zijn van. Ja, mij. Hoor ik ook. We beginnen bij de slanger. Wat is je eerste indruk? Ik denk dat het deeg iets dunner is, maar ja, op zich keurig. Wow. Oh, ja. Nou, als ze allemaal zo zijn, dan moet ik op de detail dadelijk gaan jureren. Dan wordt het moeilijk. Ja? Ja. Je bent blij als je dit ja, ziet? Ja, had ik echt niet bedacht. De gaarheid is top. Ik ben benieuwd naar de smaak. Vlees, ja, netjes. Het smaakt. Het is allemaal niet te zout. Het is redelijk eenvoudig. Ik denk dat als je hem thuis zomaar kerst doet, mag je volgend jaar kerst weer koken. Ja, nou, we gaan proeven. Je merkt met dit vlees dat het dan net wat droger aan de rand wordt. Vulling. En het deeg wat gaar is, smaakt. Zeker niet te zout. Zo mooi. Nou, omdat het deeg natuurlijk niet heel erg te dik is en hij is niet zo gaar. Dit is net een soort van witte kleffe boterhammen worden. Oh. Ashley. Top. Nou, die is perfect. Dat is mooi roze. Je ziet dat je vlees, dat je dat echt goed moet opbinden, dat hij overal dezelfde maat heeft. Je ziet als hij niet zo is, en het dijt een beetje uit, ja, dan zijn die puntjes zijn natuurlijk veel gaarder. Dit deeg is wat meer, zeg maar, gefluft, de korstdeeg. Die onderkant is ook nattig. Nou, proeven. Het is heel zout en veel peperig. Ja, het is niet dat je het mist. Ja, en nu, hè? En nu? Nou, nu is de vraag, heb je nog bedenktijd nodig, Herman? Ja, even wel. Nou? Wat grappig. Wil iemand nog een hapje? Mag wel, hoor. Nee, hoor. Vonden jullie leuk, Sharkies? Mm-hmm. Ja, zeker. Heel vet op. Maar ja, wat vind je zelf belangrijker? Dat het vlees gaar is? Of dat de deeg droog is? Ik denk als je het vlees lekker op temperatuur en lekker smeuig hebt. Ja, denk het wel. Maar het moet natuurlijk ook niet te nat worden, want dan krijg je zo'n natte boterham. Zo'n spons. Maar hoezo natte boterham? Ja, dit de deeg. Maar zo proeft het toch niet? Nee, maar qua textuur. Textuur bedoel ik niet. Oh, daar is die weer. Herman. Ja. Heb jij een oordeel geveld? Nogmaals, ik vond het meer dan de helft vond ik wel redelijk. Laten het is we dan... details. Dus jij wil het weten? Nou, ik wil toch met het slechte nieuws beginnen en dan omhoog opbouwen. Wie is er op plaats 4 geëindigd? Welk team? En krijgt dus geen punten vandaag. Rood. Oh. Dat zijn de vossen. Dat komt eigenlijk omdat het in het algeheel net niet. En als alles net niet was, is ook niet één puntje net wel.
Vlees was iets te ver, was nat. Die zou ik, denk ik, als ik aan tafel zat, ergens zat dat eten te krijgen, zou ik niet meer bestellen. Helaas, Vossen. Klopt. Ja. En dan op plaats 3, 250 punten krijgen die. Ja, dat is ook dus het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Het is echt lastig. Ik vond het allemaal hebben ze onwijs de best gedaan. Buiten dat vind ik het nog wel knap wat er op tafel stond. Maar dat zijn dan toch de haaien. Oh. En wat geeft dan de doorslag ten opzichte van de andere twee teams? Eén, het deeg wat lekkerder is, wat minder nat was, wat beter op smaak was. Dat zijn details eigenlijk. Nou, dan laten we verder gaan met de nummer 1. Welk team heeft het best gedaan? Dan weten we ook meteen de nummer 2. Zijn het vandaag de slangen of de gieren die 750 punten mogen bijschrijven? Ja, dan is denk ik nummer 1 vandaag van de Beef Wellington. Oh, ja, ja. Man. Dat zijn dan toch, denk ik, ja, de slangen. Ja! Eigenlijk, dat in zijn geheel was dat net een trapje hoger. Dat betekent automatisch dat de gieren op plaats 2 eindigen en 5 op. Goed, dit is de stand zoals hij was. Daar komt nu de score van vandaag bij. En dan zien we wat er gebeurt. Zo. Verschuiving. Terug in de strijd. Terug in de strijd, inderdaad. Goed gedaan allemaal. PGB, want zie elkaar snel. Dankjewel. Dankjewel. Ik was niet blij met deze samenwerking. Nee? Nee. Je oké? Het is maar een spelletje. Get over it. Zo moet ik de haaien nu zo en ik. Kijk, er dus, is nog geen verschil. Dat het weghapt als een natte boterham, dat weegt gewoon zwaar, denk ik. Ja, maar het hapt wel lekker. Ja. Nou ja, het zal wel. De punten zijn verdeeld. Ja. Nee, niet alleen in mezelf, als ik heel eerlijk ben. In mij? Ja, een beetje in beide. En in beide bedoel ik. Niet in mezelf en jou, maar jij en Jochem. Dat bedoel ik ook meer. Ik vind dat het heel goed hebt gedaan. En ik vind dat jij het ook heel goed hebt gedaan. Wat zat ik te zeggen? Ik heb vaak dingen aangegeven en de hele tijd wordt er niet geluisterd naar me. Wordt niet geluisterd naar me. Het leek op dat elke beslissing die ik maakte gelijk in twijfel getrokken wordt. En dat frustreert me wel heel erg. Dan sta je niet lekker te koken, dan kun je eigenlijk niks. We zeiden van tevoren, we hebben een teamopdracht, maar iedereen moet wel zijn eigen ding doen. En zo. Dus als ik wat zeg, yes. Ik gaf half weg tegen Donna. Ik zeg, ik voel me niet gehoord. Ik zeg, weet je waar dit over gaat? Ik zeg, maar als ik wat, ik heb ook echt wel wat te zeggen. Ook al heb ik geen verstand van koken. Ik weet wel hoe je moet kopen. I know. Hij respecteert me voor geen meter. En dat heb ik gewoon aan alle kanten door. En dat frustreert me heel erg. Mm. Dus je van het begin af aan zegt dat je niet kunt koken, houden aan je bek en volg. Ja, ik snap je. We luisteren goed naar elkaar, we hebben goed overleg met elkaar, weet je wel, overzicht bewaard, et cetera. Ja. Dus dat is gewoon helemaal goed, weet je, dat is gewoon super gedaan. Ik ben trots en ik weet zeker jouw mannetje ook. Ik denk het ook. Ja. Ik wilde letterlijk naar je toe komen om te zeggen dat ik trots op je was, omdat ik vind dat je het perfect hebt gedaan. En voordat ik dat kon zeggen, zei ik ben teleurgesteld in je en dat viel even zwaar. Dus, sorry als ik je teleurgesteld heb. Geen sorry. De Vossen hebben nou een beetje bonje. Ja, maar niet omdat ze niet als team werkten, volgens mij. Nee, dat is hetgene wat mij te oren is gekomen. Ja. Dat het geen team was. I'm an 8. Dat hoeft niet. Ik heb uitgesproken dat ik niet boos ben. Ja, en ergens is het natuurlijk ook weer goed dat dit even zo gebeurd is. Dat zorgt weer ervoor dat we eventjes over dingen kunnen praten. Ik denk dat dat inderdaad op een rustig moment, niet nu, want... Ja, het is wat gevoelig, denk ik, voor ons allebei. Tuurlijk. Ik ben ook helemaal niet boos of iets, hè. En ik vind het heel vervelend voor je dat je... Nee, dat is... Daar ben ik over eens. En... Oké.
helemaal onderaan. Ja, ja je bent ook laat. En ik sta bijna eerst. Ja. Nou ja. Ja, dat is echt bizar, jongen. Gek, hè? Hoe voelt dat? Ja, fucked up. We moeten het over hebben van wie gaat er naar huis als we laatste worden. Dat soort shit. Houden we nog een beetje van elkaar? Ja, zeker. Beetje. Nee, natuurlijk ook van jullie, jongens. Ach, we gaan weer door met strijden. Ben je voor Lien zijn, Wes? Is die niet heel erg, vinden? Nee, natuurlijk niet. Zou ik inderdaad even legal zijn? Het is goed, het is positief. Waarom? Waarom? Laat hem maar eventjes. De nieuwe dag kan altijd een nieuwe opdracht met zich meebrengen. Daar zijn de deelnemers inmiddels wel achter. Of je nu aan het ontbijt zit of een eerste bakje koffie, het kan zomaar opeens raak zijn. Oké. Ja, leuk. Goed gedrag. Oh ja, 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 ja. Roeps, dat is leuk. Call dit. Kerstontbijt, kerstdiner. Kerstbrunch. Oh, lekker. Ik heb hier nou al fucking veel zin in. Wat zouden we gaan doen? Het zou wel iets aan kerst gerelateerd zijn, denk ik. Kerstontbijt, kerstdiner en kerstbrunch. Ja. Nou, ik vind als ik een kerstdiner heb, vind ik het al leuk. Moeten we nog even de benen strekken? Je moet echt zo je kontje zo gooien. Ja. Zo. Boop, 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 boop. Ik denk dat dit nog wel eens een lastigere, want die kerstboom ging te makkelijk. Of die ging veel te makkelijk, ja, maar dat had ik niet verwacht. Jee! Jullie gaan vandaag weer met elkaar voor één doel strijden. Of eigenlijk voor drie doelen als jullie genoeg punten weten te halen. Bij 150 punten krijgen jullie een kerstontbijt. Lekker. Bij 300 punten een kerstontbijt en gaan jullie lekker gourmetten met de kerst. En bij 450 punten komt er ook nog eens een kerstbrunch bij. En dat klinkt allemaal heel feestelijk en daarom gaan we ook een feestelijke opdracht doen. Er staan hier allemaal lekkere glazen bubbels klaar. Maar wat moet je doen? Je haalt dit glas zo ver mogelijk naar je toe door de wc-rol op te rollen. En hoe verder je komt, hoe meer punten je haalt. Je hebt maar 1 minuut de tijd. Je zult dus heel snel moeten werken en heel voorzichtig. Olivier, je kijkt heel moeilijk. Ja, lijkt me gewoon een heel lastige opdracht. Dat is het ook, maar er staat ook veel op het spel. Ik wil graag de gieren, de vossen en de slangen verzoeken om te gaan zitten. En de haaien verzoeken om allemaal een plekje te kiezen. Haaien, zijn jullie er klaar voor? Yes, ja. Yes, denk ik. Pak de wc-rollen maar vast. Kom op, haaien! En dan beginnen we in 3... Finger voor finger. 2, 1, start! Lekker, jongens! Constant rollen. Olly, je bent klaar. 5. Lekker. 2. Aanzetten. 1. Aanzetten. Yes! Zo, hé. Jullie hebben 40 plus 30 plus 20 plus 10, dat betekent 100 punten gescoord. Hey! Dit is absoluut geen slecht begin, maar kunnen de andere teams op dat niveau doorrollen? Want iedereen wil natuurlijk dat totale prijzenpakket pakken. Je mag het opdrinken als hij helemaal bij je komt, joh. Reggie, rustig, Reggie! 4... 3, 2, 1. Er mag niet meer gerold worden. De groep heeft zijn best gedaan. Maar hebben ze ook genoeg punten gescoord om er een onvergetelijke kerst van te maken? Met alles erop en eraan. Jullie hebben behaald 340 punten. Dat betekent een kerstontbijt en een kerstdiner. Dat zal gaan om eerste kerstdag. Maar de kerstbrunch voor 110 punten bij te kopen zou dan vallen op tweede kerstdag. Dus ik schets het even zo. Je hebt een heerlijk diner met z'n allen. Je wordt de volgende ochtend nog rondbuikig wakker en denkt, nou, misschien niet te vroeg ontbijten. En dan een kerstbrunch.
Maar dan moet ik wel ergens 110 punten vandaan hebben. Hij verkoopt het wel, hè? Jullie mogen overleggen of jullie dat willen inleggen. Ja. Toch? Ja, ik vind het prima. Oké, mooi om te horen. Ja. Mooi om te horen. Ja, leuk. Ja, dat willen we. Dan krijgen jullie een kerstontbijt, kerstbrunch en een kerst. Hop! Goed gedaan, jongens. Fijne dagen. Tot snel. Dankjewel. Deze 110 punten werden vrij makkelijk uitgegeven. Want ja, kerst mag wat kosten. Na de laatste verdienopdracht staan alle teams best dicht bij elkaar. Dus Jorm heeft even gepolst wie er allemaal openstaan voor zakgeld. En dat zijn er volgens hem genoeg om het in de groep te gooien. Oké, lieve mensen. Fijn dat jullie allemaal bij elkaar zijn gekomen. Sneller. We wilden namelijk praten over het feit dat we een PGB gaan doen. Oftewel weer een persoonlijk budget per groep. Zodat we sommige mensen een extra bezoek kunnen inplannen, zoals een etje. Sommige mensen eventjes naar huis kunnen bellen in deze kerstdagen, wat natuurlijk gewoon heel erg fijn is. En ik denk dat we het woord gaan geven aan de verschillende groepjes. Gewoon bij de gieren staan. Dat denk ik ook. Ons antwoord is 0 euro. En kunnen jullie altijd uitleggen met argumenten? Tactisch. Spelstrategie. Oké, ik heb er ook even over nagedacht in jullie situatie en ergens snap ik het wel. Maar ik heb twee dingen wat ik wel zou willen vragen of jullie dat ook in overweging zouden willen nemen. Eén, en dat is voor mij het grootste deel, heeft even niet in het spel te maken, is gewoon groepsfeer. Ik snap het tactische, maar dat zou betekenen dat we altijd hier tegenaan gelopen en dus gewoon het leven een stukje minder leuk kunnen maken, ook voor de anderen. Ik begrijp je punt en het is best wel hard hoe we erin gaan. Vorig circus was een beetje dezelfde situatie, maar ja, we hebben besloten. Mag ik heel even vragen wat dan het, precies het argument is om het spel tactische? Maar is het een sessie om ons te overtuigen of gaan iedereen gewoon... Ja, maar iedereen staat er, iedereen wil het doen, behalve jullie. Ik wou zeggen, ja, het is een beetje wel een dat we erover praten. Maar goed, ik gooi hem er even in en dan kap ik ermee, want ik heb hier helemaal geen zin in. Oké, fijn. Het is vrij simpel. We hebben onze mening gegeven erin en dat verandert naar mijn idee ook niet. Dus ik weet nog niet zo goed waarom we hier ellenlang over moeten discussiëren. Ik heb geen zin en geen behoefte aan een discussie. Nogmaals, als jullie het allemaal willen doen, vooral lekker doen. Maar ik doe er niet aan. Kappie, het is maar, per se een discussie. Kappie, loop uit. Ik hoor je alleen maar discussie. Ik sta zo net met een half uur in mijn hand in de lucht. Kappie, kappie, kappie. Ja, maar, kappie. Blijf even rustig zitten, zodat we erover rustig kunnen praten, Kasper. Je hebt toch gewoon rustig gezegd wat ik wil? Ja, maar het is toch niet. Jullie hebben toch al verteld wat je wil? Maar we kunnen dan is het rond. We kunnen toch kijken... Verandert niet. We kunnen toch kijken of we samen tot iets kunnen komen. Er is niks aan de hand, Kappie. We zijn gewoon aan het praten. Nou, andere gieren die wel normaal kunnen communiceren. Heel fijn. Ik wil graag overleggen, want ik snap je punt ook. En daarnaast heb ik het gevoel... Yo. Het is toch niet zo moeilijk? Je maakt dus een beslissing met de afweging van tactisch... waarin je voor mijn optiek nul rekening houdt met groepsfeer... waar we het zo over hebben gehad met z'n allen. Het is hard, ik weet het. Het is asociaal. Ja. Vind je het asociaal voor mij? Ik vind het ergens wel asociaal, omdat jullie... Naast dat je zegt nee, doe je nul moeite om tot een ander te komen. Dat je me asociaal noemt, vind ik een beetje nee, te ver. Nee, het is niet zozeer jou, moet ik heel eerlijk bekennen. Het is meer Kasper die ik asociaal noem. Ah, oké. Okay. Nutteloze, achterloze discussie. Echt waar. Het antwoord is nee. Ja, maar nee. Nee. Dit is de mening is van mijn teamgenoten. En als wij, als zij daarachter staan en als zij dat willen doen, dan is dat hun keuze. En ik vind het ook heel hard. En dat vind je niet, want anders zou je wel een compromis... We hebben hier allemaal familie. We willen allemaal een fijne tijd hier. Ja, maar... Daar heb je gewoon punten voor nodig. Mm-hmm. Ja? We hebben allemaal iets waardoor we ons beter willen voelen. We zitten hier allemaal met kerst en we hebben allemaal mensen thuis die we missen. Ja, dat is vervelend. Ik vind wel dat onze keuze moet wel gerespecteerd worden. Wordt die? En Kimmy wordt heel boos, had ik het gevoel. Gefrustreerd, ja. Ja, en ja, dat vind ik niet helemaal eerlijk, want wij mogen ook nee zeggen. Hè? Ja, dat mag ook, maar je moet wel ook gewoon... Jij zegt, ik wil tactisch, oké, okay, maar we zitten hier gewoon met z'n allen om ook een fijne tijd te hebben. Dat hebben we ook allemaal uitgesproken. En dit werkt niet mee in het bijdragen aan een fijne tijd. Ja, maar, de sfeer is gewoon, we hebben net misschien een misschien zit ik hier niet voor een fijne tijd, maar voor een strategie. En dat is je goed recht. Ja, precies. Maar er is... Dus waarom moet ik rekening houden met iemand die een fijne tijd wil hebben? Ik bedoel, omdat... We mensen zijn. Dat is sociaal, weet ik. Maar als ik zeg ik ga voor strategie, dan ga ik voor strategie. De hele tijd alleen maar drama over geld. Leer toch eens een keer met niks om te gaan. Je hebt hier al fucking veel, man. Het is wel kerst. Hè. Probeer eventjes het spel aan de kant te zetten en eventjes te kijken naar de mensen die hier gewoon letterlijk zitten.
Het zou mooi zijn als de gieren nog eventjes bij elkaar... Ik bedoel niet jullie als enige benaderen, maar als jullie nog even bij elkaar komen... misschien kunnen kijken of er een compromis is of een ander voorstel... dan een simpele nee, we doen niet mee. Dat zou fijn zijn. Fijn dat je rustig gepraat hebt. En, Altijd rustig. Ik ben helemaal zen. Komt de moeders. Top! Nope. Gaan bad. Top. Ik doei. Dat is toch gewoon asociaal? Wat is asociaal? Ja, gewoon dit plan trekken. Ja, sorry dat ik fel doe, maar... Nee. Ik snap niet dat hij pissig wordt. Hij noemt het hard, maar... Het is gewoon... hard, het is gewoon de boel opnaaien. Dat doet hij al de hele week. Ja, maar gewoon heel egoïstisch ook. Ik vind het even ook dommig of zo. Ja, dat is het. Het is gewoon heel dom. Sorry, ik wil het niet doen, maar het is gewoon een strategie waar ik voor speel. Ja, tuurlijk. Maar soms moet je ook eventjes ten goede van de sfeer van de groep eens onder ogen zien. Je wordt er bij jullie in, word je ook niet beter op. Ja, goed, ik snap dat... Iedereen het besluit haat en ik ben degene die het woord voert. Dus nee, maar het is, jullie hebben het samen beslist. Tuurlijk, niet normaal samen. Kijk, ben mij dan boos aan. Weet je wel, dat snap ik allemaal wel. Maar ja, ik ga niet weglopen. Nee, maar dat vind ik gewoon kinderachtig. Nee, dat heb je. Moet kijken hoe die kijkt. Kom dan hier en zeg het me gewoon full face. Ze had het niet eens over jou. Dan mag ik toch gewoon kijken? Wat is het probleem? Ja, maar kijk hoe je naar mij kijkt. Wat... Het probleem is gewoon, het is gewoon kinderachtig gedoe hier. Jeetje, echt met z'n allen. Mensen nemen dit alsof het echte leven is. Ja, maar... echt. Serieus, man. Je echte leven is hier buiten. Dit is een spel. Soms slik je niet. En that's it. Hoeft niet zo moeilijk allemaal. Ja. Ik ben in ieder geval voor 150 per groep. Ook. Zij ook. Wat die andere twee willen, weet ik niet. Boeit me ook niet meer. Morgen in de Bondgenoten. Jorrit denkt dat hij wel weet waarom hij nooit iets wint. Dit is alleen maar vriendjespolitiek. Fuck die shit. Je bent gewoon opgefokt. Ja, ben ik ook. Dus laat het voor de rest gaan. En anders loop je naar buiten. Tot morgen.